ga jullie in deze video het beste wapen laten zien wat jij kan gebruiken in Fortnite Chapter 5. Als ik dit wapen weet te vinden en ik weet dus het potje te winnen, ben ik gewoon een hele grote legend. Maar als ik dus het potje verlies met dit wapen, jongens en meisjes, moet ik dus een skin aan jullie weg gaan geven. Dus blijf deze video kijken. Abonneer even op mijn kanaal met dat belletje aan als je nog niet bent. Abonneer natuurlijk. En vergeet natuurlijk eventjes niet mijn supporter kredietcode TIS in de itemshop te gebruiken. Om natuurlijk überhaupt kans te maken op natuurlijk een skin als ik dit potje natuurlijk niet weet te winnen. Er zijn die mensen gedropt. Laat ook even een blauw duimpje omhoog achter of course. Dat zou ik heel erg nice vinden. Volgens mij zit er iemand hierboven. Dus let ik bij deze skin hier zo of niet? Bij die NPC. Let's go jongens. Ik kan er maar één dus binnen. Kijk eens aan. Oké. Er komen nog mensen aanglijden. Deze guy heeft een big pot. Nou, die kan ik zeker gebruiken. Pak je het emmertje even mee. Want we moeten dus op zoek gaan naar een shotgun, jongens en meisjes. Want het gaat dus om een shotgun. Het gaat niet om de mythic shotgun die je bij NPC's kan krijgen. Bro. Het is een serieus hotdrop hier. Wacht even hoor. Zijn we aan het fighten of niet? Ik weet niet waar ze aan het fighten zijn, maar hier. Let's go. Kill nummer 2 is ook binnen. Hij was met die NPC aan het fighten. Bro. Let's go, man. We hebben gelijk 2 kills binnen. Dat is echt ideaal. Maar we moeten dus in deze video op zoek gaan naar een gouden pump. Geloof me jongens en meisjes, dat is echt een van de betere wapens die jij dit seizoen kan gebruiken. We hebben natuurlijk nu een shotgun opgepakt, maar die is eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar jullie gaan het straks zien. Als ik een pump kan tegenkomen, moet ik hem of proberen te upgraden. Of, we moeten gewoon proberen een gouden versie te vinden. Dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Neem deze AR ook even mee, dan heb ik eigenlijk best wel prima beginloot eigenlijk. Ik ben nog steeds wel een beetje op zoek naar zeg maar, wat mijn beste lootplek is voor chapter 5. Ik heb nog niet echt een chill startje gevonden ofzo, waar ik echt denk van nou, dit is de beste plek. Dus als je nou een goed plekje hebt, laat die gelijk even in de comments achter. En oh mijn god, ben ik blij dat ik die grapple niet gekocht heb net. Ik kon hem letterlijk net kopen, maar dat gaan we dus even niet doen als we hem ook gewoon lekker hebben kunnen vinden. Dat is wel echt ideaal. Dit is wel echt een van de meest chille movement items at the moment in chapter 5 ook eigenlijk. En waarom is mijn beeld zo groen? Wat? Waarom is mijn beeld hier opeens heel groen? Kijk eens aan, nog een big pot. Die ga ik gewoon innemen voor die 30% jongens. Oh, je kan ook gewoon springen terwijl je dit ding inneemt. Dit is echt ideaal. Dit is wel echt het meest chille aan dit seizoen inderdaad. Shockwaves kunnen we ook even meenemen. Oeh, deze nemen we sowieso mee. De blauwe all-round striker AR jongens. Maar moet mijn bounty ergens in de buurt zitten. Ik denk niet dat dit een medaillon is als je kijkt naar de kleur. Want mijn bounty is rood. En de cirkel is op dit moment ook rood. Dus het is misschien een klein beetje verwarrend dat dit op zo'n medaillon lijkt. Maar dan moet hij dus iemand in de buurt zetten wat dus mijn eventuele bounty is. Maar ik zou toch zeggen dat die guy er ook uit moet. Hé, ik zie wel voetstappen nu. Wat is het nou voor gekkigheid? Oh, dat had ik beter niet kunnen doen. Dat was beter niet de bedoeling dit. Hij is letterlijk zichzelf gewoon aan het verstoppen, maat. Ik denk dat ik gewoon loes toe ga hoor. Ik ga niet heel mijn tijd verpesten aan één iemand voor een bounty te killen. Kijk, als hij een medaillon heeft is het natuurlijk anders. Maar voor mij heeft hij dat ook nog niet eens. Staat hier ook nog ergens een kist volgens mij. Ik ga gewoon weg jongens. Over 8 seconden komt de storm ook achter me aan. Ik zie die guy vanzelf ergens anders zitten. Kan ook wel zijn dat hij al weg is, hè? Want die bounty timer, of zeg je dat, die bounty radar, die loopt ook niet helemaal perfect, of course. Ik weet niet of hij daar zit, man. Hij is wel weg, man. Kijk, hij is verplaatst. Ik ga mooi deze auto pakken. Ik ga gewoon lekker rijden. Ik vind het helemaal top, jongens. Blijf deze auto nog steeds het vetst vinden in de game. Ik zweer, deze is zo vet, jongens. Ik zweer, dit is echt mijn favoriete wapen. Ook al komt er een Lamborghini in, die gaat ook cool zijn. Maar dit blijft nog steeds gewoon mijn favoriete auto, denk ik, maat. Ik had nog een healing mee te nemen. Ik had natuurlijk helemaal nog geen healing. Oh mijn god. Nou, totdat die minis krijgen. En hier krijgen we verder helemaal niks. Oké, ik heb in ieder geval iets van healing mee at the moment. Ik word gesniped. Bro, precies toen ik in deze... Ah, hij zit in die bush. Precies toen ik in de auto ging stappen, ging die snipen. Niet slim, maat. Dat is niet zo slim van jou, want ik ga je nu gewoon pushen met mijn shockwaves. Hij zit sowieso in deze bush. Ja. Oh mijn god. Let's go, jongens. Oh mijn god, wacht. Pop even één mini. Even mijn AR reloaden, wacht daarvoor. Ik weet niet of ik nog een keer beschoten werd namelijk. Reload mijn shotgun. Die bounty zit niet hier in de buurt. Oké, top. Wat heeft deze guy voor loot? Oh mijn god. Gouden AR. Hij heeft die pump. Hij heeft die pump. Dit was letterlijk de pump die ik nodig had, jongens. Ja. Oh mijn god. Wat een geluk heb ik in deze video, maat. Oh my days. Om deze wapens gaat het, dames en heren. Die oude gouden AR heb ik al in een video behandeld. Dat is de Mythic AR. Die is ook echt super goed. Maar deze shotgun, de Run and Gun Hammer Pump Shotgun, is echt een van de beste wapens dit seizoen, jongens en meisjes. Oh my days. Ik heb gewoon één guy weten te killen. Die... Ik heb zoveel geluk gehad. Ik heb zoveel geluk gehad. Oké, nu moet ik dus het potje winnen. Als ik dus nu met dit wapen het potje verlies, moet ik dus een skin aan jullie weg gaan geven. Dus ja, zet sowieso die code TIS aan om daar kans op te maken. Aida, wat krijgen we eruit? Bigfots, alsjeblieft. Ja, top, top, top. Moet ik wel mijn Bigfot meenemen? Er komt ook een auto aan, of niet? Oh, dat is die trein volgens mij. Ik ben die Bigfot gewoon vergeten. Bro, ik heb wel genoeg minis nu in ieder geval. Die moet ik even meenemen, die kan ik innemen. Dat is dus die trein. Ik denk dus heel de tijd dat er dan een soort bus aankomt of zo. Terwijl dat letterlijk gewoon die trein is. Daar moet ik me eventjes op concentreren. Oké, ik ga nu
Dan laat ik mijn marker zetten. We pakken gewoon de auto en we gaan weer rijden. 3 kills hebben we pas in. We zijn wel al bijna in de top 10, bro. Wat de heck? Het kan toch niet zijn dat hier niemand zit, jongens. Hoe kan het nou zijn? Ligt daar wel een soort van loot dat hier helemaal niemand zit. Het is zelfs nog een beetje ongeloot. Bro, are you kidding me? Hoe dan, maat? Hoe hebben mensen dit? Het zal wel top 10 situaties binnen. Oh my days. Oké, okay. Nu moeten we dit wel kunnen winnen toch, jongens. Als ik dit niet win met deze loot. Hoeveel big pots zijn dit? Is dat er 1? Ik kan mijn shockwaves wegdoen. Het zijn er 2. Oh my days. Oké, okay. Nu ben ik helemaal stacked. Ik ben letterlijk helemaal stacked nu, jongens. Echt waar. Loot en is ook ingespand. En nog eens dichtbij ook. Die kan ik ook wel even pakken eigenlijk. Ik denk dat ik dat gewoon lekker ga doen. Jongens, hele goede planning. Loot eindelijk pakken. Autootje in. Ik kan ook de auto laten staan. Maar ik ga hem voor nu even meenemen. Want het is toch ook een soort cover. Maar hij gaat letterlijk boven mijn hoofd inspannen. Dit is echt ideaal. Kijk, deze ziplijn pakken we mooi, jongens. Dit is echt ideaal. Oké, okay, er gaan mensen naartoe komen. Ik zie mensen met medaillons in de buurt. 2 medaillons zat. Dus als ik nu even snel die vlag kan cappen die hier zit, dan heb ik al een voorsprong op de rest, zeg maar. Maar ik denk dat ik hier dus nog een big pot uit ga krijgen. Let me see, wat krijgen we eruit? Okay, die ene zit wel heel dichtbij, hoor. Oh my god. Oh my god. Dit is dezelfde shotgun als die ik nu heb. Oh my god, alleen dan zonder scope. Ja, met scope moeten we hebben, jongens. Let's go. Maat, ik heb hem gewoon 2 keer gekregen in deze video. Dus als je dus loot eindelijk pakt van mensen die dat willen weten, zit dan achter die boom. Kan je dus ook proberen loot eindelijk te capturen. Alleen je krijgt hem dus niet elke keer in het goud. Je krijgt hem dus ook wel eens in het paard. Maar er zit dus iemand heel irritant achter die boom. En die bullet drop zorgt ervoor dat ik hem net niet lekker kan raken volgens mij. Maar op dit moment één zo'n guy pushen. Die zit rechtsboven in de map. Die heeft sowieso meerdere medaillons omdat zijn cirkel kleiner is. Dus als ik hem even weet te killen, dan heb ik gewoon 2 medaillons in één keer. Hè? Dat betekent dat ik eigenlijk gewoon mijn shoots kan droppen. Maar ik wil eigenlijk nog even snel dit looten. Ze zitten allebei heel close, maat. Oh mijn god, hij zit voor mij letterlijk onder dit eiland. Hij is gericht. Oh shit. Zak op snel. Kijk, kijk, daar komt hij, daar komt hij. Pak de shotgun. Let's go. Oh mijn god, ik heb hem keihard gegeven. Maar hij heeft natuurlijk die medaillons. Maat. Ze zitten letterlijk op mijn dak hier. Zit hier heel close. Daar is hij. Let's go. Oh mijn god, ik heb zo weinig HP. Er zit nog meer voetstap hier. Die guy gaat me proberen te nakken, man. Ik zweer het je. Ik ben dood, man. Oh mijn god, bro! Sit down, mate! Oh mijn god, geef me al die medaillons. Holy shit, daarom is deze shotgun zo overpowered, maat. Ik had 7 HP. Ik had 7 normale HP, besef je die eventjes. Oh my, deze jongens meisjes, een 1 tegen 1. 1 tegen 1, iemand heeft de landing niet gehaald, maat. Holy shit, ik moet echt even bijkomen. Ik moet echt even bijkomen. Ik heb 3 medaillons, oké, okay, dat is sowieso top. Ik kan eigenlijk gewoon mijn healing skippen. Oh my god, bro, welke AR heeft hij? Hij is die mythic. Hij heeft die mythic AR. Die nemen we dan ook gewoon lekker mee. Maat, dit is echt ongelooflijk. Jullie zagen hoeveel damage die shotgun deed, hè? Als die shotgun van mij daar niet zoveel damage gedaan had. Bro, oh mijn hart. Als ik nu een hartslagmeter om had, bro, dan was ik echt helemaal gek. Holy shit, oké, okay, waar zit die laatste kerel? Want er ligt daar een medaillon, die ligt daar. Maar waar is die laatste kerel dan? Ik ga hier gewoon proberen naar beneden te springen. Dit is misschien niet heel slim, maar je kan zo je fall damage tegengaan. Ik moet ook sowieso weg, want over 10 seconden kwam de shirk, hoor. Maar rustig blijven, jongens. Rustig, rustig, rustig. Waar is die laatste guy? Die zit waarschijnlijk ergens te campen. Maar ik heb het precies goed getimed dat ik hier op kan landen. Waar is hij dan, bro? Waar is hij? Ik zou nu toch wel beweging moeten zien, toch? Of niet dan? Het kan ook zijn dat hij ergens zit te out-healen, of course. Hè? Dat zou ook heel goed kunnen, maar ik zie nergens voetstappen. Ik zie niks bewegen. Broski, kom even tevoorschijn of zo, alsjeblieft. Ik wil gewoon deze pot winnen. Ik wil even deze pot winnen, want ik heb dit echt meer dan verdiend eigenlijk ook. Hij zit sowieso te uit-healen, of hij zit in het huis. De enige optie is dat hij dit huis nog uit kan lopen, dan moet hij dat nu gaan doen. Dus ik ga alvast manoeuvreren, want ja, hij gaat sowieso door de storm. Ik zit hier te campen. Ook niet. Wat is dit, bro? Waar is mijn vriend? Ik heb hem gewonnen. Ik heb de game gewonnen. Heerlijk, zeggen jongens en meisjes. Wat een heerlijk potje was dit. Dit wapen moet je gewoon gebruiken. Dit is de beste shotgun in de game. Geloof me, anders had ik dit potje nu niet gewonnen. Het was echt bizar.